Hallo beste Minecraftertjes en welkom in Minecraft Solo Surviving, episode 11. En sorry dat ik de vorige episode volledig in het Engels gedaan heb, maar ik was op dat moment bezig met Engelse video's te maken. Engelse video's te maken voor een ander kanaal. En ik was waarschijnlijk een beetje in de war of zo, ik weet niet, ik ben gewoon raar. En ja, dus sorry, ik verander niet naar het Engels of zo, ik was gewoon een beetje in de war. Ik vond het ook, ik vind het persoonlijk ook raar, maar ik heb een ideetje gekregen. En dat is namelijk een onderwater waterglijbaan te maken. Op deze wereld dan wel. Alleen weet nog niet waar ik eraan begin. Ik kreeg dat idee eigenlijk toen ik naar andere YouTube video's aan het kijken was. Van iemand die het per ongeluk deed en ik ben van om het expres te doen. Dus een soort onderwater waterglijbaan. En ja. Laten we eraan beginnen. Het is de bedoeling dat het heel diep wordt en zo, dus. Ik ga er ook een beetje voor zorgen dat het een beetje veilig wordt. Qua portaal nou. Portaal. Ja, je weet wel. Jullie weten wel wat ik bedoel. Mocht het een beetje te saai worden, dan versnel ik die episode tot een moment waarop er iets gebeurt. En ja, mijn webcam staat weer even uit. Ja. Oké. Laten we verder gaan. Ja, ik doe dit zodat er geen monsters in komen. Want dat is wel iets wat ik bang van ben. Dat er snel monsters in komen. Maar waar is het nu? Ah ja. Oké. Caves tegenkom of zo, het is gewoon, ik wil gewoon die waterglijbaan maken. Wat
als ik kool of iron als ze tegenkom, hak ik dat wel, maar ik maak het gat achteraf dicht. Mijn pickaxe is bijna weer weg. Dat is waarom ik een workbench meegenomen heb. Sorry voor mijn dialect. Always look at the bright side of life. Ik ben een trollolol. En meer kool, dat betekent dat ik binnenkort weer gaatjes ga moeten dichten. Het is waarschijnlijk weer nacht, tot daarom zien dat het ook zoveel zombiegeluiden begint te horen. Ik weet niet of jullie ze horen, want het volume voor jullie is altijd iets anders. Laten we hier een bocht maken, want in rechte lijn is niet leuk. Redstone. Ik kan het helaas nog niet op, want ik heb geen iron pickaxe. Thank you.
Laat eens testen of dat de waterlimaal een beetje werkt. Wat? Wow. Kunnen ze dat nog groter maken? Zodat ik iets verhogen, anders geeft het een slecht effect. Mijn computer maakt raar geluiden en ik weet niet waarom. Ongeveer een jaar en een half zou ik waarschijnlijk een nieuwe computer kopen. Het sparen voor een nieuwe computer duurt voor mij ongeveer een jaar. De reden waarom ik pas over een jaar en half een nieuwe computer kan kopen is omdat ik ook nog over een half jaar, 22 februari, komt de PS Vita uit en ik ga die eerst nog kopen. Zoals velen van jullie die mijn gaming kanaal gekeken hebben weten. Okay, let's test out this water slide. Fuck. Freaking hell! Way to fuck me. Ik kom af! Way to fuck. Fuck the episode up. Even though it's pretty funny for you guys, I think. Fuck. Let's go straight. Fuck. Why won't this thing go straight? Nee, dat is niet de bedoeling dat het zo doet. Dat is niet de bedoeling! Wow. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Auw! Auw, 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 auw. Sterf, zombie! Ik heb een dodelijke schep bij. Oké. Laat hier iets rond bouwen, want dit is niet leuk. Voor mij toch niet. Voor jullie misschien wel, voor mij niet. What the fuck? Waar slaat dat op? Oh.
Jagex, you fucked me again. Even though Jagex has nothing to do with this game. Yeah, we got no for new boots. Oké, laten we eens proberen nu van de eerste keer het in het water te steken. Sure. En nu krijg ik waarschijnlijk your bed was obstructed or whatever dat ook was. Oh, dat niet. Oké, laten we het gewoon zonder boot proberen. Dat lijkt me nog het beste. Help, laat me de doel. Fuck. Oei. Nintendo Wii. This is me, Hasai Wii. Boing. Bewusteloos.